van haken, breien. Vooral van creatief bezig zijn, ook van naaien. Ik heb heel veel genaaid vroeger. Ik heb zelfs naailes gegeven aan een groepje vriendinnen. Dat naaien, dat probeer ik de laatste tijd weer een beetje op te pakken. Ik bedoel, ik heb nu weer een kleindochter en het is leuk weer om jurkjes te naaien. Dus, maar ik hou ook van boeken. En ja, ik hou zeker ook van creatieve boeken. Dus ik heb een aantal boeken opgestuurd gekregen van Librero. Om daar ook een leuk blog over te maken. Ik ben daar ook altijd gewoon heel eerlijk in. Ik ga niet een boek aanprijzen als ik het niet leuk vind. Maar met dit boek was ik toch wel echt heel erg blij. De Haakbijbel. Nou, ik had al op Pinterest een aantal steken uit de Haakbijbel gevonden. Die heb ik ook in deze trui verwerkt. De honingraadsteek en de bloesemsteek. Maar ja, in de Haakbijbel staat gewoon echt heel veel steken. Dus die laat ik zo zien, maar daar ben ik echt heel blij mee. Eigenlijk moet iedereen deze haakbijbel in huis hebben. Hij is maar een tientje, dus weet je niet wat je voor de kerst moet vragen. Of denk je van, nou ja, dat is wel een cadeautje voor mezelf. Want er staan heel veel steken in waar je gewoon echt heel veel van kan leren. Het complete naaiboek gekregen. Nou, dat vond ik echt een heel mooi uitgevoerd boek. Echt een dikke kaft. Ja, ziet er gewoon goed uit. Dus, nou ja, goed, die ga ik je ook zo laten zien. 200 leuke dingen om te breien. Nou goed, ik ben niet zo heel erg breierig. En als ik brei, moet het vooral heel erg grof zijn. Dus dit vind ik nog wel een uitdaging. Ik weet niet of het wat voor mij is. Het is wel een heel leuk boek met allemaal leuke ideeën. Die ik denk ik eerder zou gaan haken. Maar goed, als je echt van breien houdt, is dit misschien wel een heel leuk boek. En ik heb het boek Gestreepte Dekens Haken. Nou, ik ben niet zo heel erg van dekens haken. Ik vind het gewoon, het duurt lang voordat je een keertje resultaat hebt. Maar er staan wel hele mooie dekens in. Dus ben je van dekens haken, dan is dit een inspiratieboek. Nou, de boeken zal ik zo meteen één voor één met je gaan bekijken. En wie weet breng het je op een idee voor een leuk cadeau voor jezelf. Of voor een vriendin, of voor je moeder, of dochter, of noem het maar op. Of voor je zoon, want wie weet, ik vind het zo stoer dat mijn mannen gaan haken. Ze maken dan wel gelijk boeken. dan denk ik van, als je hier in onze haakwereld als man haakt, ben je gelijk beroemd. Dus mannen, als je beroemd wil worden, ga haken. Nou, dit is de haakbijbel. En als je hem open doet, dan zie je een onmisbare gids met maar liefst 200 steken. Dus hier zie je de inhoud van de steken. Alle steken, dus dat overzicht, dat is wel heel fijn. Dan weet je precies welke steek het is. Dus dan zie je over het boek. Beginnen met haken. De basistechnieken, dus de steken, hoe je het moet doen, hoe je het aan elkaar moet naaien. Dus ook wel heel veel praktische informatie. Allerlei popcorntjes. Liefdesknoop, vind ik ook niet. De stekenwijzer, dus... Nou, dan zie je de vaste in de voorste lus. We beginnen eigenlijk met heel simpel. En dan wordt het steeds meer gaan. Opgaande, op en neergaande steek, vlechtsteek, verspringende frambozensteek. Ook wel een hele leuke. Granietsteek en nu komen er wat openere steken. Nou goed, zo zie je dus echt heel veel steken. Dus als je zegt, nou ik wil eens wat meer variatie in mijn haakwerk aanbrengen, dan is deze dus echt, die moet je dus echt kopen. 95, niet duur, voor echt waar voor, daar krijg je in ieder geval waar voor je geld. De complete naaiboek, die is wat duurder, die is 19,95, maar goed, hij is echt mooi uitgevoerd. En ik ben er heel blij mee, want ja, ik heb wel heel veel genaaid, maar toch moet je soms nog wel eventjes nadenken van, oh, hoe ging het ook alweer? Nou, het boek begint gewoon met... basisinstructie, boordevol stap-en-stap instructies en duidelijke foto's. Mooi uitgevoerd, inhoudsopgave, kragen, bad- en slaapkamertextiel. Nou, waarom zelf naaien? Lekker duurzaam, dus je eigen stoffen uitzoeken, zo doe je dat in het boek. Aan de slag, tips. Ik heb pas een nieuwe naaimachine bij Carla gehaald. Ik ben er heel blij mee, want mijn naaimachine ging steeds rotter worden van de knip. Ook leuk altijd, staan altijd leuke, daar krijg ik een hele mooie tas bij. Nou, dus ja, dat haalt mij dan altijd net over de streep. de lokmachine, nou, die heb ik ook altijd heel fijn, dat je het gelijk kan aflokken. Dat het gelijk netjes afgewerkt is. Nou, hulpmiddelen,
patronen, hoe dat werkt. Nou, dat weet ik allemaal wel, hoe je dat moet uittekenen. Klassieke stoffen en naden. Er staat echt heel veel informatie in. Met mooie foto's. Patronen aanpassen. Nou, als je er goed meten. Eigenlijk ook zo bij haken. Hè. Meten is weten. Gewoon altijd heel goed meten. Je lijf weten dat die past bij jou. Dus uitleggen van de richting van stof. Hoe je iets goed knipt. En hoe je het ruitje goed laat overlopen. Kniptips. Rijgen, spelden, een tailleband maken, kraagjes, manchetten. Nou, echt met mooie foto's uitgewerkt. Echt als je zegt, nou, ik wil beginnen met naaien of ik ben wel een beetje aan het naaien en mijn eigen kleding aan het maken. En ik wil nog wat meer weten, is dit wel een heel mooi boek. Echt een naslagwerk als je zegt, nou, ik kom er even niet uit. Ook nog een woordenlijst in. Heel mooi boek als je zegt, nou, ik wil meer, ik ben aan het naaien, maar ik wil nog wat meer weten of wat beter gaan naaien. Ik bedoel, in het begin je vaak met de simpele modellen. Maar ja, het is ook wel eens leuk om een eigen jas te maken of zo. Dan heb ik 200 leuke dingen om te breien. Ook 9,95. Boek van Victoria Lyle. Eigenlijk zeg ik nu niet de schrijvers, hè. Dat moet ik altijd wel doen. De Nancy Langdon is van de complete naaiboek. En Sarah Hazel is van de Haakbijbel. Nou, decoratieve bloemen, blaadjes, bijtjes, vlinders en meer. Nou goed, ik vind ze schattig om te zien. Maar ik zou ze eerder gaan haken. Want ik vind zoiets priegel breien is dus niks voor mij. Maar ik vind het wel een leuke inspiratie op te doen. Van wat je desnoods ook zou kunnen haken. Nou, blaadjes is sowieso altijd leuk, maar ja, met een breinaald denk ik dan, oeh, wat een gedoe. En terwijl een haaknaald heb je het eigenlijk zo gehaakt, want dan denk ik ook niet, wat een gedoe. Maar ja, bloemblokken, die vind ik wel heel leuk. Dus dat je een soort blokjes haakt, dus dat je ook een soort deken kan haken. Eigenlijk net zoals een granny square deken, maar dat je het ook kan breien. Dus er staan heel veel ideeën in en dan staat het patroon erna beschreven. Dus hier zie je de patronen van wat er net stond. Dus precies wat je dan twee recht, twee afrechts, twee recht, vijf steken. Wie weet ga ik het nog een keertje doen, ga ik het een keer proberen. Ik heb het boek nu in huis, dus wel heel leuk om te zien. En ik ben niet zo heel erg breierig, want waarom weet ik niet. Ik vind die twee naalden gewoon niet zo handig. Dan pak ik toch eerder een haaknaald of een Tunische haaknaald. Dus, ik vind breien wel heel leuk. Weet je? Maar als je heel graag breit, is dit zeker een aanrader. Dan heb ik nog de gestreepte dekenshaken. Eenvoudige patronen voor gestreepte dekens van Hefner Linsen. Het zijn allemaal volgens mij Engelse of Amerikaanse vertalingen. Nou, die is ook met een inhoudsopgave. Ze heeft al haar dekens namen van plaatsen, woonplaatsen gegeven. Marseille, Weimar, Jaipur, Casablanca, Oslo, Stockholm. De technieken die ze gebruikt. Geniet van de herhaling, dat is natuurlijk wel zo. Het is wel een beetje meditatief haken, omdat je elke keer wel weer hetzelfde haakt. Dat vind ik een beetje saai aan dekens, denk ik dan. Dit is staat bij voor het niveau is beginner. De afmetingen, welke de kleuren je nodig hebt. Haaknaald 4. En dan zie je hoe die gehaakt wordt en welke steek. Nou, dat is een losse en een vaste, een losse en een vaste. Dus de tekeningen staan er ook bij. Dan heb je de volgende. Ook met de teltekeningen, de schematische tekeningen. Tokyo, I'm on my way. En need my new Toyota, not so far away. Ik altijd denk als ik Tokyo hoor. Volgens mij is het een liedje van... Oh, Grupo Sportivo natuurlijk. He. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Nou, dat is hem. Zo oud ben ik dus dat ik dit liedje ken. Nou goed. Mooie kleurtjes, Marrakesh met een beetje exotische kleuren. Brugge is Kant, natuurlijk hoort dat bij Brugge. Sint George, Toreske, hoofdstad van Granada. Nou, niet geweten. Topografisch,
juf, zou je zeggen. Moet je weten. Mooie kleuren. Leuk deken. Die zou ik dan gaan haken, denk ik. Met ja, volgens mij heel veel lange driedubbelstokken. Odessa met allemaal kleurtjes en ook verschillende patronen volgens mij. Dus dat is ook wel leuk om een beetje verschillende patronen te haken, zie je. Dus dat vind ik altijd wel leuk, een beetje wat we met sjaal mix en match nu doen. Lissabon, ook een mooie kleur vind ik dat. Nooit geweest, staat nog wel eens op mijn lijstje. Istanbul, ja, ik ben niet zo meer zo heel reizerig. Vroeger hebben we wel aardig wat steden gedaan, maar... Nairobi, volgens mij wel eens een keertje in geland, toen we in richting van Zuid-Afrika naar Nederland kwamen. Alleen maar het vliegveld gezien, volgens mij. Dat zal mijn moeder beamen, denk ik. Of misschien zegt ze, nee Sas, dat klopt echt niet. Casablanca, voddedeken. Vind ik ook wel grappig, een beetje de restjes deken. Oslo, nou allemaal leuke vliepeltjes eraan, ook wel heel grappig. Daar ben ik wel geweest, het was mooi. Fiedelingspark, vond ik heel mooi met die beelden. Dat was met mijn vader en moeder vroeger, dus dat is wel heel lang geleden. Stockholm, dat staat wel op mijn lijstje. Ik wil een keertje naar Zweden. Ik weet niet, ik heb wat met Zweden, ik hou van Scandinavië. Beetje de rust, de mensen denk ik hoe ze zijn. Hoewel ik ook van Spanjaarden en Italianen hou hoor, dus Sint-Petersburg, Rusland. Vind ik niet zo heel Russisch lijken, maar dat komt denk ik door de steek, de arcadesteek. Het lijkt op een schelpenpatroon, maar heeft zijn eigen unieke karakter. Wel een mooie steek. Leuk. Kijk, het is wel een hele mooie deken. Zie je dat? Zo. Tekening staat er ook bij. Kijk, zo doe ik ook altijd weer inspiratie op door boeken. Nou, Buenos Aires. Echt de andere kant van de wereld. Acapulco. Het liedje van Neil Diamond. Het brengt wel heel veel muziek bij mij nu naar boven. Echt een leuk liedje. Word je vrolijk van. Hou ik van. Ik hou gewoon van vrolijke muziek. Draaien. Acapulco. Echt een fijn nummer. Sowieso een leuke mooie film vond ik die vroeger. Neil Diamond. Ik hou van Neil Diamond. Ik vind hem gewoon mooi. Een mooie stem. Mijn muziek smaak kennen en je kijkt er gelijk een boek mee. Oh, en hier zijn hele mooie randen. Kijk, gaan we gelijk voorbij. Om een mooie randen om je dekens af te maken. Oh, die vind ik ook echt heel leuk. Vaak hebben mensen dan een mooie deken gemaakt en weten ze niet een mooie rand eromheen. Het is een nostalgische rand, een zwevende bloemen. Oh, deze vind ik ook leuk. Deze vind ik ook erg mooi. De pico-schelpen. Mooie steek is dat. Dus ook in dit boek krijg je weer heel veel inspiratie. Om een gave deken te maken. Dus wie weet ga ik nu, denk ik, oh leuk, ik ga een deken maken. Om groter maken, een asprei maken. Wat is leuk. Dus die hebben de dekens ook nog op een andere manier verwerkt. Dat vind ik ook heel leuk. En de technieken staan hier achterin. Wat je moet doen, bij welke, hoe je hem groter kleiner moet maken. Hoe je patronen moet lezen. En eventjes nog wat de haaksteken zijn. Ook gewoon een superboek. €9,95. Als je nou wil weten waar ze te vinden zijn... Dan ga je naar de website van Librero. Als je dan hier de haakbijbel in tikt bij zoeken, dan zie je hem eigenlijk al gelijk tevoorschijn komen. En hij is €9,95. Verkooppunt zoeken. Dus als ik onze postcode intik, dan zie ik dat hij bij Boekhandel Kwist en bij de Boekenvoordeel en in Berg op Zoom te verkrijgen is. Goes, Paard van Trooien. Nou, Anthony ken ik heel goed. Dan zou ik tussen Anthony en De Koperen Tuin, heb jij dat boek? Ik kom hem even halen voor een tientje. Dus je kan ze niet online bestellen, maar je kan ze gewoon in de boekwinkel halen. Nou, doe je voordeel mee. Het zijn hele mooie boeken. Ben er blij mee, Librero. Dank je wel. Ik zal ze op mijn website zetten en bekijk het filmpje en dan... Dan zie je hoe ze eruit zien en wie weet heb jij je december cadeautjes of je verjaardagscadeautje gevonden. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal of bekijk mijn blog of volg me op Instagram of op Pinterest. Overal waar je of word lid van onze Juf Sas Haak en Brei Facebookgroep. Tot Juf Sas.